op weg naar de halve finale. Wordt het Vitesse of Ajax dat zich naast NAC voegt in de halve finale. Al wetende dat NAC dan niet de tegenstander wordt trouwens. Hier is Babel al meteen erdoor. Babel wordt nog net verdedigd. Kan hem klaarleggen. Tadic legt hem bij de tweede paal. De bal voorgekopt op Traoré. En de redding van Pasveer is voldoende. Dat is twee keer in, nou, dus nog geen halve minuut, dat Vitesse staat te slapen. Het schot van ver en is de redding van Onana voldoende. Tanane lijkt er zin in te hebben. Tadic. Van de Beek, Traoré ligt ruimte aan de andere kant vooral. Ja, hoe die bal daar te krijgen. Nou, Traoré heeft hem nog. Nu Van de Beek. Traoré, het is goed gespeeld door die twee. Krijgt hem ook bij Babel. Ja, en dan is het doelpunt. Prachtig uitgespeeld. Wat een mooie uitbraak van Ajax. Waarbij Babel scoort. Traoré en Van de Beek. Dit doelpunt natuurlijk vooral mogelijk maken. Raas van Alvarez komt aan bij Van de Beek. Denk niet het oorspronkelijke doel. Tadic. Bero. Ook langs Gravenberg. En dan is Vitesse eruit met 5 tegen 3 van Ajax. Dikko. Dikko. Maar één van die drie verdedigt dat heel goed. Martinez. Bero, dit zou de kans moeten zijn. Tanane krijgt hem net iets achter zich. Krijgt hem toch nog bij Linssen. Linssen legt voor, Bero niet. Dit was echt een serieuze kans. Maar daar doet Vitesse dan te weinig mee. Dat is een goede 1-2. Tagliafico krijgt de bal van Babel. Hoe is de voorzet? Die is goed en daar is het doelpunt. Ja hoor, Gravenberg zorgt voor 0-2. Ajax doet niet zo heel veel in aanvallend opzicht. Maar ja, Vitesse ook niet. En dan is er een keer een goede, vlotte aanval. En is het ook meteen raak. Hij is weer terug. Iedereen schrok. Hij misschien nog wel het meest. Die wedstrijd tegen Valencia. Waarin hij zomaar op het gras ging. Ziyech geeft. Ja, die bal komt meteen natuurlijk ook aan. Ja, dat is hij niet verleerd. Eventjes er niet bij geweest. Die paas in die linker zit er nog wel in. Van de Beek. Voorzet van Martinez. En daar is Babel bijna. Oh, wat is er gebeurd? Hier wordt Hens vermoed. Ja, voor mij is het Hens, dus penalty. Ajax krijgt een strafschop. Voor een Hensbal. Dan komt er ook een geel voor Mopperen. En voor Matas is dat zijn tweede. Nu moet hij worden tegengehouden, want hij dreigt naar huis aan te vallen. Dat is allemaal niet zo handig. Is dit dan zo'n enorme fout? Op het moment dat naar huis wordt geroepen, moet hij natuurlijk ook die penalty wel geven. Tadic voor 0-3 en met 11 tegen 10 dan toch ook meteen de beslissing in deze wedstrijd. En hij schiet hem er rustig in. En daarmee gaat Ajax naar de halve finale. Er zal wel extra tijd bij komen, al is het nu minder van belang. De Eredivisie wordt dat eigenlijk verplicht gesteld in verband met het doelsaldo. Maar ja, dat doet er niet toe in de beker. Huntelaar, toch zijn momentje. Toch zijn momentje. Paal. Geen moment voor Huntelaar. Ajax wint met 3-0 bij Vitesse. Ajax niet eens groots, maar toch probleemloos. Omdat Vitesse machteloos was.